Dus een kleine groep makers gebruikt het publiek dat hier in Den Bosch is deze dagen om hun eerste werkers te bekijken, te onderzoeken. En dat komt omdat ze weten dat de mensen hier heel eerlijk hun mening geven. En goed laten weten wat ze vinden van iets dat ze gezien hebben. Dat horen wij heel vaak terug van artiesten, dat ze dat zo fijn vinden hier. Dus heel veel mensen willen inderdaad onze bezoekers daarvoor gebruiken in de positieve zin van het woord. Maar daarnaast hebben we ook zeker 100 voorstellingen die al af zijn, die al over de hele wereld getoerd hebben en dan bij ons een Nederlandse première beleven. Dus wij brengen theater voor mensen die vaak niet in het theater komen, normaal gesproken niet naar theater gaan. En bij Boulevard zeggen, ja, nu durf ik het aan. En wij brengen theater voor mensen die er iedere week te vinden zijn. Voor een heel breed publiek uit alle plekken van Den Bosch en wijde omgeving. Voor heel veel mensen met heel verschillende achtergronden. Voor iedereen heeft Boulevard aanbod. Die mensen komen vaak hier op de parade, maar hoe trek je die nou ook die theaters in? Ja, dat is wel. Het is hier zo leuk op dit plein. Nu is het nog een beetje rustig, maar later op de dag wordt het hier heel druk en heel gezellig. Ja, en dan is het verleidelijk om hier te blijven. Nou, wij doen ons best op alle mogelijke manieren om die mensen uit te nodigen om ook de stad in te gaan. We komen in Vught, we komen in Rosmalen. Er rijdt een bus naartoe, daar kun je gratis gebruik van maken. En onze buschauffeurs die brengen je dan prima op een andere plek. Ja, en dan ontdek je ook wat bijzondere plekjes in de stad. En dat maakt het natuurlijk allemaal net een beetje spannender.